Hey, hallo en welkom iedereen bij alweer een nieuwe YouTube video. Vandaag zullen we dus terug retro gamen, dus we gaan heel even terug in de tijd. Nee, niet zo ver in de tijd. Nee, ook niet zo ver in de tijd. Hoger. Eentje hoger. Nog eentje hoger. Perfect. 1993 was dus het jaar dat Power Rangers op televisie kwam. Deze bracht gelijk echt een ganse hype mee. Er werden spellen uitgebracht, er werden films van gemaakt, er werden concerten gegeven, Infostationaal, etc. Je kunt je eigenlijk totaal niet inbeelden als kleine man, maar er werd van alles eigenlijk gedaan voor die serie. Maar hoe dan ook, laten we ons gewoon nu morfen in de gameplay van Mighty Morphin Power Rangers. Last name ever, first name greatest. Het geluidje dat je nu trouwens hoort is van het originele song van de Power Rangers. Dus we beginnen eraan. Gitaar en Tulsa. Dus hier moet je je character kiezen. Ik ga deze keer voor Jason. Dat ik altijd favoriet was van de rode Power Ranger, ik weet niet waarom. Dat is met die lichtkleur waarschijnlijk daarmee. Amai, de ironie van deze terug te spelen, dat is echt niet normaal. Oh, aanvallen in de rug. Smerig. Oké. De grond op. De grond op. De grond op. De grond op. En deze is eigenlijk de eindbaas van de eerste level. En nu morft je in de rode Power Ranger. Vanaf nu kun je ook een zwaard gebruiken en bommen. En we gaan over naar de volgende level. Hey, niet eerlijk. Thank you.
Een bankoepa. Mada. En dat is de bom. Auto moet kapot. Nou, moet kapot. Spreek nog maar een keer, sir. Kom. I dare you. En we zijn aangekomen bij de eindbaas. Waarom werken de controls niet meer zo goed? Oké, hop. Area clear. Password 3847. Maar hoe dan ook, sluit ik het hiermee af. Vond je deze een leuke video? Druk dan op het vind ik leuk knopje. Abonneer je op mijn kanaal en ik zie je graag terug bij de volgende video. Ciao ciao!